Terug bij Vogels en Dinos, een wetenschappelijke videopodcast over dinosauriërs met paleontoloog Dr. Stein en Dino nerd Alexander de Commer. That's me. In deze zesde aflevering verdiepen we ons in niet minder dan zeven luisteraarsvragen en gaan we niet compleet onvoorwaardelijk een cadeau weggeven. Maar eerst bespreken we een spectaculair fossiel uit China. Dat afgelopen zomer nogal wat stof deed opwaaien. Koen, waarover gaat het? Het gaat over een, uh, een fossiel van een Psittacosaurus, dus een uh, vroege ceratopside, die in een doodstrijd uh, met een uh, Repenomambus, dat is een zoogdier uit het krijt, uh, dus die is daarmee verwikkeld in een doodstrijd en die zijn zo begraven. Um, enfin, zo werd het althans gepresenteerd als zijnde een authentiek bewijs dat die twee een gevecht zouden zijn aangegaan. Ja, dus inderdaad voor de luisteraars, als we naar dat fossiel kijken, de, die foto is van bovenaf getrokken en we zien ja. een opgekrulde dinosaurus, de Psittacosaurus, die rond de borststreek eigenlijk uh, afgeknouwd wordt door een, een zoogdier, maar dat zijn kleine dieren allesbei, hè? Ja, ja, ja. Ja, De Psittacosaurus, dat, dat gaat misschien een meter lang zijn of zo in totaal, met staart erbij. Ja. En die Repinomamus, uh, ik denk, de helft zo lang. Uh, dus aanzienlijk kleiner. Ja, inderdaad. Ja. En het is bijna een passionele omhelzing, hè, als je niet ja, weet wat er uh, aan de hand zou kunnen zijn. Ja. Het is een prachtig fossiel, op het eerste gezicht. Dus het is merkwaardig. Het is, het is adembenemend mooi eigenlijk. Ja. En, en het is uh, uh, um, aanvankelijk een sensatie, omdat. Eh, het is zo'n eh, Dinosaur Fight Club. Eh, we weten wel van, van indirect bewijs, eh, knaagsporen en, en, eh, en impactwondes, eh, meer daarover later trouwens. Um, Dat dinosaurussen wel met elkaar gevochten hebben eh, en, en ongetwijfeld eh, ook, uh, ook met andere dieren uit die, uit die tijd. En er zijn al andere fossielen bekend van vechtende dinosaurussen. En het, er is het heel bekende, ook niet ongecontesteerd, uh, fossiel van een, een protoceratops met een Velociraptor. Die dieren zijn ongeveer even groot. Um, en dat is al veel langer, ik denk zelfs sinds de jaren tachtig uh, bekend. Dat vechtend fossiel ja. ook uit het uh, Veren Oosten, uit Mongolië. en protoceratops is een ceratopside. En dan heb je nog uh, een. Ah, ik... Ik ben vergeten of het een. Ik denk dat het een triceratops is en een, uh, een tyrannosaurier. Dueling dinosaurs heet het fossiel. Het is nog niet officieel gepubliceerd, ja. uh, want er is heel veel rond te doen geweest. Er was een rechtszaak rond. Maar dat zijn dus ook twee vechtende dino's, dan wel aanzienlijk groter. En dus ook weer een ceratopside en een, uh, een, een vleesetende dino. En hier gaat het dan weer om een, uh, een ceratopside. Um, dus aanvankelijk was het inderdaad uh, zeer sensationeel, totdat er een aantal uh, bemerkingen zijn gekomen, vooral van mijn, uh, mijn collega Andrea Kau, een Italiaanse paleontoloog. Die opmerkte dat er ja, misschien toch wel een aantal mm, merkwaardigheden zijn met fossielen. En dat is ook meestal mijn reactie met fossielen die uit China komen. Want dit fossiel komt uit China. Is dat er heel veel vervalsingen zijn. En ah ja. China staat daarvoor bekend, eigenlijk. China staat daarvoor bekend. Enfin, alle, niet, alleen, niet alleen China. Hè. Ik wil, en daarmee wil ik zeker niet zeggen dat alle fossielen uit China vervalst zijn. Absoluut niet. Maar okay. um, het probleem is dat er een, een welichtier in de fossiele markt is. Uh, en dat heb je in alle landen waar dat er een, een fossiele markt is. Marokko bijvoorbeeld ook. Uh, er worden heel veel fossielen vervalst. In de meeste ga je wel herkennen als, als zijnde vervalst, maar, maar soms wordt het echt wel heel, heel minutieus gedaan door heel ervaren uh, preparatoren, omdat ja, hoe mooier het fossiel, hoe beter bewaard, hoe, voor, hoe meer geld dat ze het kunnen verkopen. Hè. Maar voor alle duidelijkheid, een vervalsing is... Dus het gaat over authentieke fossielen waarmee geprutst wordt. Ja, voilà. Dat, is, dat, kan, dat moet niet zeggen dat, 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 dat alles fake is. Maar dat misschien bepaalde delen mm -hmm. aangevuld worden. Of dat er twee uh, verschillende individuen tezamen worden ge, 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 gestoken om het te verkopen als zijnde één authentiek geheel. Zonder dan daarbij nee, te nee. zeggen van ja, we hebben er iets mee gedaan. Uh, het zijn eigenlijk twee individuen. Uh, om, ja. Waar de verkoper eigenlijk oneerlijk is, ten aanzien van de koper. Ja. En dan is er onduidelijkheid over de herkomst van dat fossiel, waar exact ja. het gevonden is, ene individu, niet in het andere individu. Ja. ja. En dat is ja. natuurlijk wel belangrijk om, om, om te weten, um, zeker als er wetenschappelijk onderzoek mee gedaan gaat worden. Als het niet luider ja. als een esthetisch object wordt uh, gezien, is dat zeer belangrijke informatie. De titel, ja sorry. Ja, ja zeg maar, ja de titel: um, An extraordinary fossil captures the struggle for existence during the Mesozoic. Extraordinary. Extraordinary, ja. Het zou inderdaad buitengewoon zijn. Die Reptonomamus die zo opgekruld ligt in, rond de borstholte van die, van die Psytacosaurus. Um, en, en zelfs een poot, een voorpoot, rond de onderkaak heeft om, omstrengeld. Um, ja. de, 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 ribben, in de ribben bijt van die Psytacosaurus. Um, dat is natuurlijk heel spectaculair. Ja, op zich is het zo'n compleet individu van de is wel een fijne vondst. Nu, die worden ja. heel veel gevonden in, uh, in China. Ja. Dit is natuurlijk al wel een, een, een ander verhaal. Um, zoals ik al zei, mijn collega Andrea Kau is dat fossiel in detail gaan bekijken. En hij had toch wel een aantal opmerkingen. Bedoel je het fossiel zelf of de foto van het fossiel? Want is hij naar China gegaan? Nee, nee, nee. Om hij dat heeft fossiel op de foto's. Ah, hij ja. heeft, oh ja, die, die man is uh, ongefinancierd en is ook gewoon uh, met zijn passie bezig. Uh, eh, ik denk dat hij nog, een, nog een, een job on the side heeft ook. Um, maar hij is dus gewoon louter uit wetenschappelijke interesse erin geïnteresseerd. En hij is inderdaad die paper gaan, gaan uitspitten en ook de verwoordingen van de, van de auteurs uh, gaan bekijken. En... Ja, hij had toch wel een aantal aanmerkingen uh, betreffende de, de, de tafonomie. Dat wil zeggen de mate waarop dat bepaalde uh, deel, uh, waarop dat fossiel bewaard is gebleven eigenlijk. En hoe is nee. dat, dat, dat sterftebeeld? Hij uh, struikelde over de poot die rond de onderkaak helemaal omstrengeld is. Dus die grijpt nee, eigenlijk nee. rond die onderkaak. Um, ja, die heeft echt door die kennebak vast. Hè? Ja, heeft die, de, die kennebak die is vast. En, en dat wil dan zeggen, want er wordt vanuit gegaan dat ceratopsiden. Nu weet ik niet ver dat, dat, dat ook geëxtrapoleerd wordt naar, naar die, die vroege ceratopsiden, maar dat ceratopsiden wangen hadden. Dus doordat mm -hmm. de kousspier um, helemaal doorliep tot aan, uh, tot aan de, de onderkaak, en dus dat er wangen waren. Een afgesloten mondholte. Dat wil te zeggen dat hij met zijn poot helemaal door die wang, stevige spier, doorboord heeft om die dan te kunnen omstrengelen. He, dus dat is ook al, mm -hmm. dat is al een, dat is een vreemde, vreemde positie. En dan merkte hij ook op dat er de, de bovenkaak en de onderkaak van die reponomamisch zitten rond twee ribben, die dan ook beschadigd zijn. He, dus de, die borstribben die zijn gebroken. Terwijl al die andere ribben die zijn in prima staat... Nu, het zou kunnen inderdaad dat hij die ribben heeft doorgebeten, maar bij mijn, mijn inziens gaat die ribben normaal gesproken geen bijtkracht hebben die sterk genoeg is om die ribben door te bijten. No way. Ja, het zou wel een halve hyena moeten zijn om dat te kunnen Inderdaad, zijn, ja. Dat is al echt heel straf. Nu, je zegt nooit nooit, hè. Uh, uh, Misschien mm -hmm. dat hij inderdaad heel krachtige kaakspieren had. Uh, maar het is toch al een beetje, een beetje louche. En dan zit er nog een achterpootje. geplooid tussen, tussen de, de achter... knieplooi, eigenlijk. Tussen de knieplooi van de Psytacosaurus. Er zitten zo'n aantal eigenaardige. als je dat gaat ga echt in detail bekijken, is van. Hmm, vreemd. Ja, want die botten komen allemaal tegen elkaar aan. Ja, de botten liggen tegen elkaar aan. Nu, dat kan natuurlijk ook zijn dat tijdens het. Uh, bewaringsproces, wanneer uh, al vlees gaat beginnen wegrotten. dat zit in de grond begraven. Um, en dat wordt mm -hmm. samengeperst en er zijn natuurlijk altijd wel wat verschuivingen um, tijdens dat, noemen we het taphonomische proces, en waarbij dat die, die eerste ja. uren na de dood, of eerste dagen, weken na de dood, uh, dat dat wat samengeperst wordt. En dan kan het natuurlijk zijn dat bot-op-bot ah, ja. bot contact voorkomt. Maar ja... Zo terechtkomt, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus al, al die, die opmerkingen die gedaan worden, slaat sluit... Niet uit dat het toch authentiek is. Maar het, het zijn exceptionele claims. En dat is zo in de wetenschap. Hè, mee, als je een, een, een uitzonderlijke ja, claim doet, moet je ook uitzonderlijk bewijs aanleveren. Je moet echt um, heel stevige bewijslast hebben om te kunnen overtuigen dat het wel echt is zoals je beweert dat het is. En een foto van dat fossiel is niet voldoende als nee, hard bewijs voor die bevindingen nee. die in die paper staan. Inderdaad, dat zou. Want dat zou... fossiel is 125 miljoen jaar oud. Ja. Dus. Uh... He, dat... <laughs> en het heeft ook, als ik goed gelezen heb, is er acht jaar geweest tussen de vondst van het fossiel en de studie erop. Ja. Het is gevonden in 2012 en het is bestudeerd in 2020. Inderdaad. Daar zit een grijze dus, zone dus, he. tussen. Een heel lange periode. Nee, dat kan ook wel zijn omdat ze gewoon ongelooflijk veel fossiele um, ja, aankopen. Hè? Um, ik heb dat niet met eigen ogen gezien, maar ik heb dat via, van collega's die wel in China uh, op studiereis zijn geweest, dat de, de onderzoekers daar in de grote onderzoeksinstellingen, die gaan ten velde. China is natuurlijk een gigantisch land. Uh, die trekken ten velde naar de, de arme boerendikkels, die dat dan hun hmm. landbouwwerk uh, opgegeven hebben om daar fossielen te gaan zoeken, omdat dat meer geld oplevert. En die wetenschappers die gaan dus bij die boeren fossielen kopen. Ja, en daar heb je al het eerste probleem. Die wetenschappers gaan natuurlijk de meer spectaculaire fossielen, daar gaan ze meer geld aan geven. En daar, daar, daar zit het probleem al dat er niet meteen een wetenschappelijke motivatie zit achter het opgraven van die fossielen en het uitzoeken ja. van wetenschappelijke data op het terrein. En daarom dus dat er heel wat vraagtekens, uh, terechte vraagtekens komen bij de publicatie van, van zo'n vondst. Um, en de opslaghuizen in China, in die Chinese instellingen, die zitten nog vol. Hè. Ze proberen natuurlijk te redden wat ze kunnen. Um, mm -hmm. Maar dat maakt ook dat er een, een, een onderzoeksachterstand komt, omdat er nu gewoon niet genoeg personeel is om dat allemaal te onderzoeken en te publiceren. Dus het kan wel dat er inderdaad acht jaar overgegaan is natuurlijk Aan de andere kant geeft het ook genoeg tijd om er creatief mee om te gaan. Hè? Creatief om te gaan mm -hmm. met preparatie. Want het zou perfect mogelijk zijn om zoiets te vervalsen. Hè? Iemand met wat preparatieskills kan perfect dat fossiel van dat zoogdier daartussen gaan monteren en die poot daartussen gaan kleven. Het is perfect mogelijk. Dat is gemakkelijk te doen. Ja. Ja. Dat zou je dus kunnen achterhalen, of dat ermee gevoefeld is, door... Bijvoorbeeld een CT-scanner te pakken. En dat is ook waar Andrea Kau um, ja, op aandringt: dat er uh, bijkomende onderzoekingen gedaan worden met, met meer digitale beeldvorming via zo'n zo CT, waarmee dat je binnenin het ja. fossiel kunt kijken uh, en zien of dat er geen vreemde breuklijnen zijn, of dat er misschien stukken aan elkaar gesementeerd zijn. Um, en dat gaat al veel sneller een beeld geven of er gesjoemeld is of niet. Dus voorlopig even afwachten totdat het... Ja, even afwachten. Uh, en ook de vraag of dat ze het überhaupt gaan doen, want als dat inderdaad uitkomt dat er mee is, is dat natuurlijk gezichtsverlies voor de auteurs. Uh, en, en dat is in China nog altijd wel een, een belangrijk issue. Dat weet je toch als je gaat publiceren en met zo'n titel op zo'n foto afkomt. Van zo'n fossiel. Dan weet je toch dat je gaat bekeken worden door de globale paleontologische community. Um, ja, maar ik uh, heb ook al van collega's tevoren gekregen die naar China op studiereis gingen en die daar holotypenmateriaal wouden bekijken. Um, en de toegang geweigerd werd, tenzij ze daarvoor een bepaalde som zouden neertellen. Zeer wetenschappelijk. Ja. Hoe langer dat je meedraait in zo'n wetenschappelijk circuit. Uh, hoe meer dat je de, de lelijke kantjes ervan ook te zien krijgt. Die zijn er helaas. Um, en dat, 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 is, dat is natuurlijk jammer dat, dat niet iedereen in, de, in het vakgebied... Of ik kan mij alleen maar uitspreken over mijn eigen vakgebied, maar ongetwijfeld bestaat dat in andere vakgebieden ook. Dat er nee. um, soms andere motieven mee gepaard gaan. Um, maar ja, zo is het nu helemaal. Dus een CT-scan zou inderdaad veel... Um, veel, veel van die vragen kunnen we beantwoorden. En ik, het is misschien jammer, want als ze het in de eerste plaats zouden gedaan hebben, had hem niet bij Scientific Reports, maar misschien zelfs bij Nature zelf kunnen gepubliceerd ja. worden. Um, ja. Dus het, het is, het is al Zou in... dan de reden geweest zijn dat, dat Nature misschien geweigerd heeft? Die kans is groot, ja. Um, de meeste ja. spectaculaire fossielen. Die in Nature gepubliceerd worden, daar, daar is meestal een ct scan of zelfs een synchrotron-scan op gedaan om, uh, om, om echt die, die interne beeldvorming uh, in detail te kunnen bekijken. Dus, ja. oké, okay, afwachten. Ja. Afwachten. M mooie foto voorlopig, mooie foto. Ja, dat wel. Ja, spectaculair fossiel. Ja, want uh, misschien moeten we gewoon nog even verduidelijken dat er effectief tijdens het uh, zogenaamde dino-tijdpark, het Mesozoïcum, dat er zoogdieren rondliepen. Hè? Ah, absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Er zijn zelfs al zoogdieren in het onderjura. Waarschijnlijk ontstaan die al in het trias. Um, over Mesozoïse zoogdieren ken ik niet zoveel, um, Maar ik mm -hmm. weet wel dat er bijvoorbeeld een belangrijke site is in, uh, in Portugal, Gimarota. En dan heb je ook nog de Fisherfills in Engeland. Hey, um, dat vliegend reptiel dat ik... Of glijdend reptiel dat ik voor mijn master heb uh, onderzocht. De cuneosuchus en de cuneosaurus. Inderdaad, ja. Zie, vogels zijn dino's, aflevering 1. <laughs> in, uh, in diezelfde afzettingen daar zijn ook um, cuneotherium gevonden. Cuneotherium en, en andere uh, primitieve zoogdieren. Ja. Trouwens... Die Walter Georg Kühne heeft ook in Guimarota uh, in, in Portugal, uh, die, die vondsten onderzocht. Hij werkt dan aan de Vrije Universiteit Berlijn. En daarom dan natuurlijk, hij was hij natuurlijk een grondlegger in de jaren 60, ja, 60 en 70. Daarom zijn natuurlijk veel van die vondsten naar hem genoemd. Hè. Voilà, maar ja, zeker zoogdieren waren er toen ook al. En lang werd gedacht dat hij in de schaduw leefde van de dino's, dat die zo, omdat ze vooral klein bleven, maar... Um, er waren toch ook al, zeker in het krijt, waren er zoogdieren te groten van een grote hond. Um, ja. Dus ze bleven niet allemaal zo, zo, zo muisachtig klein. Um, ook wel, ja, ja. Ook wel en voor goed. de mensen die zich afvragen van waar kwamen die zoogdieren dan? Die zijn geëvolueerd uit reptielen, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad. Um, reeds in het uh, perm. Zijn daar, dat noemen we de, de zoogdierachtige reptielen. Die afsplitsing tussen wat we vandaag reptielen noemen en waartoe ook de dinosaurussen behoren. En de vogels. Ja, en de vogels ook. Uh, en aan de andere kant de, de zoogdieren. Die splitsing is eigenlijk al uh, in het carboon gebeurd. Hoe lang is het carboon geleden? Het carboon loopt van 358, 300, laat ons afronden op 360, tot 300. Miljoen jaar geleden. En waarschijnlijk is die afsplitsing daar ergens in het begin van het carbon gebeurd. En ja, daar weten we natuurlijk niet veel over. Er zijn ook niet zo heel veel fossielen van bekend. Maar wat dat wel is, mm -hmm. is dat in het Perm de zoogdierachtige reptielen vooral dominante landfauna zijn. In het onderste Perm, in het vroege Perm, rond die tussen 300 en 290 miljoen jaar, daar zit je zo Dimetrodon. Een groot uh, ja. beest dat, uh, met zo'n zeil op zijn rug. En soms denken mensen dat dat de Spinosaurus de viervoeters is. Een viervoet zo hé. Het ziet ja, eruit als een hagedis met ja. een groot zeil op zijn rug. Met een rug. groot zeil op zijn rug. Maar het is uiteindelijk dichter bij de zoogdieren dan bij de reptielen in feite. Absoluut. Absoluut. En dan naar het einde ja. van het perm krijg je dan uh, meer de therapsiden. En die zien er al meer zoogdierachtig uit als je naar paleoart gaat kijken. En sommige mm. worden zelfs getekend met snorharen. en... Um, er zijn die wachten, ja, een vacht ook, um, waar, waar dat we eigenlijk niks over weten. Um, eigenlijk, voordat de dino's op het uh, terrein komen, is eigenlijk, zijn onze voorlopers de dominante fauna op aarde. En dan op het einde van het Perm gebeurt daar een massa-extinctie, de grootste ooit, waardoor dat al die synapside-fauna, dus waartoe ook die, die therapsiden behoren. Die verliezen een heleboel aan diversiteit en in dat vacuüm komen dan de archosauriërs, waartoe krokodilachtige dinosauriërs achtigen, die gaan dan in het ah, ja. zo de plak overnemen. Weet je we wat die... Ja, wat die massa-extinctie, ja, dat, dat had niks te maken met een hey, meteoriet. Ja. De dino's hebben eigenlijk hun opkomst te danken aan, een, uh, aan, aan, als ik het correct moet zeggen, twee massa-extincties. Op het einde van het perm is er een gigantische massa-extinctie te wijten aan waarschijnlijk een uh, enorm vulkanisme. Dat noemen we de Siberian Traps. Mm -hmm. In, uh, in Siberië is daar gigantisch oppervlak aan ja, lava, basaltlavas, um, te, terug te vinden. Waarschijnlijk gaat dat over miljoenen vierkante kilometers lava, die daar uitgevloeid zijn, met een greenhouse effect, een runaway greenhouse effect. Dus uh, klimaatverandering tot de tiende macht. Daarbij zaten ook nog alle continenten samen, dus alle werelddelen die we vandaag kennen, die zaten toen samen in één groot geheel. Pangaea. Dat zorgt ervoor dat op dat groot continent een gigantische ja, verwoestijning van alle habitats gebeurt. En er zijn gewoon veel minder leefbare. Uh, habitats voor handen, waardoor dus ook alle fauna ten onder gaat. Maar dus als je, daar, als je daar in het midden van stond, nadat dat wat afgekoeld was, stond je gewoon in een onmetelijke vlakte van gestold lava. Ja, ja, ja de Siberische. Traps... Zie dat zo voor mij zien? Inderdaad, ja. dat is echt ja, miljoenen vierkante kilometers. En het, het vulkanisme, mm -hmm. dat, dat gaat eigenlijk die voerstering, die voor een deel al aan de gang was. Um, gaat dat nog verergeren, dus al die CO2 die vrijkomt, um, op de, al het methaan dat in de, de oceaanbodem opgeslagen zit, want op de, in de bovenste meter van oceaanvloeren of de, de zeevloeren, daar zit uh, methaan in ijskristallen opgesloten. Dat heeft bepaalde omstandigheden nodig om stabiel te blijven dat ijs. En als je dan ervoor gaat zorgen dat de watertemperatuur wat hoger wordt, gaat dat ijs beginnen smelten en al dat methaan dat komt vrij. Waardoor dat je um, enorme hoeveelheden methaan gaat in de, in de atmosfeer krijgen. Want dat methaan dat borrelt natuurlijk mm -hmm, naar boven. Mm -hmm. En dat komt in de atmosfeer terecht. Ja, en methaan gecombineerd met CO2, dat gaat je broeikaseffect nog vergroten. Uh, waardoor dat dat mm -hmm. waarschijnlijk op een termijn van honderden, duizenden, misschien langer um, jaren... Een enorm broeikaseffect heeft veroorzaakt. En dan gaat dat in het trias zich stil aan herstellen. Um, waar dan in die vrijgekomen niches... Want heel veel dieren zijn uitgestorven. In die vrijgekomen niches gaan vooral de archosaurier, reptielen overnemen. Maar in het begin zijn dat nog niet de dino's. In het begin zijn het vooral krokodilachtige uh, archosauriërs. Um, je moet maar eens gaan kijken naar uh, eritrosuchus en postosuchus. En die lijken wel op... Uh, op op dino's, dat lijkt zo'n beetje op een, uh, ja, misschien een, een T-rex, maar dat loopt op vier poten. En vele daarvan waren echt terrestrisch, dat wil zeggen ze leefden echt op het land um, en zeer actieve ja. jagers, maar ze behoorden dus eerder tot die stamlijn van de krokodilachtig. En er zijn nog een heleboel andere groepen, um, zoals de phytosauriërs, de aetosauriërs, uh, rhynchosauriërs enzovoort. En die gaan. Uh, ja. um, dan weer plaatsmaken voor de dinosauriërs op het einde van het Trias. Want uh, daar gebeurt weer een uh, massa-extinctie die waarschijnlijk te wijten is aan de start van het openscheuren van Pangea, dus de vorming van de Atlantische Oceaan, ja, ja. waarbij weer heel veel vulkanen gaan uitbarsten, heel veel CO2, weer zo'n broeikaseffect. Um veroorzaakt wordt. Dat gecombineerd met het Carnian Pluvial Event. Maar uh, dat gaat ons misschien wat verleiden. Hè, dat het klinkt als een zware regenval. Inderdaad. Um, waar dat het een miljoen jaar lang geregend heeft. Um, en ja. ja dat dat ja. is uh, misschien iets voor een, voor een volgende episode. Uh, We zullen een keer uh, dieper ingaan op alle massa-extincties. Massa massa inderdaad. Ja. De luisteraars vragen. Ja! Yeah! Um, de eerste vraag die we ooit kregen, die kwam eigenlijk op mijn Facebook terecht. Van Bart Luiks op uh, 6 februari 2023. Vraagt hij ons hoe dat komt dat in musea de pootstand van Diplodocus, de grote langnek uit het laat Jura, zo goed als even wijd opgesteld staat als die van de latere sauropoden mm -hmm. uit het krijt, de Titanosauriërs, waarvan we weten dat de Titanosauriërs. De poten breed uit elkaar stonden. En eigenlijk weten we van Diplodocus en consorten dat die poten, of toch de voetafdrukken ja. die we eraan toeschrijven, dicht bij de middenlijn van dat dier lagen. Dus vrij, ja. Ja, laat ons zeggen, wat, wat eleganter. Uh, dat klopt inderdaad. Uh, dat is zelfs al uh, in. Goh, ik heb het even opgezocht: een paper door uh, Jeff Wilson en Matt Carano in uh, 1999, uh, waar zij de, inderdaad die wide gauge breedstand uh, voetsporen van, van sauropoden, gaan vergelijken met de uh, narrow gauge, dus de, de small sporen. Uh, waarbij dat inderdaad de, de voetsporen in het smalle spoor veel dichter bij de middellijn staan dan bij die, uh, die in het, de, de, de brede houding. En dat is over heel de wereld vind je blijkbaar voornamelijk in die twee categorieën trackways, uh, voetsporen van, van sauropoden terug. Um, en dat is toe te schrijven... De, er is niet echt veel discussie over. Uh, iedereen is er wel akkoord. Dat vooral de titanosauriërs inderdaad die bredere pose aannemen. bij het stappen, al sinds. dan pakweg diplodociden. Diplodocus apatosaurus. Mm -hmm. Nu, er is een, een goede blogpost van um, Scott Harmon. dus is de gast die daar al die, die skelettekeningetjes maakt. die altijd uh, erbij gevoegd worden. En uh, amai, dank u. Ik krijg uh, eten. <laughs> Super. Wow. Zeg, love you. De volgende doe je gewoon bij u thuis dan. Ja. <laughs> Sorry, ik wil je niet jaloers maken of zo. Ik zal nog van mijn water drinken. Ja. Het is als een grilled sandwich. Um, maar ik ga, ik ga nog niet eten. Ik ga eerst praten, um, want die um, Scott Harmon heeft dus uh, daar een blogpost over geschreven. Dat, in die paper van 1999 die die tekening die, die Wilson en, uh, en Corano tonen, daar's die tekening staan die poten overdreven ver uiteen. En hij gaat dan kijken naar een olifant. Een neushoorn. En dat zijn toch wel redelijk grote beesten, waarvan je zou denken, oh, die stond heel robuust. Maar toch als wanneer zij wandelen, passeert mm -hmm. die poot heel dicht, of zelfs over de middellijn uh, van, van mm -hmm. het lichaam. Hè. Dus als je een lijn zou trekken, dan, dan zitten die poten eigenlijk allemaal links of rechts allemaal op die lijn. Um, dus dat is van nature ergens een, een stabiliteitseffect denk ik het is, wij, wij ook, hè, wanneer, wij, wanneer wij stappen, onze voeten die ondanks dat als je in rust staat staan je, normaal gezien, dat leren we toch bij de judo, sta je het stabielste als je je voeten op schouderbreedte hebt en dan, dan sta je mm -hmm. redelijk stabiel um, maar als je gaat stappen in een normaal patroon, dan ga je je voeten meestal zo op een middellijn zetten en nog meer als je ja. sneller gaat lopen. Als je echt gaat rennen, dan, dan gaan die, die voetsporen um, allemaal achtereen liggen, eigenlijk. Um, dus het is normaal bij dieren die, die grafisch zijn, dus die, die op kolomachtige poten staan, die een redelijk zwaar gewicht meezullen, dat die, die tijdens het wandelen die poten redelijk... Dicht bijeen gaan staan. Maar zelfs in een uh, natuurlijke situatie kun je nog altijd dus die, dat verschil tussen de narrow gauge en de wide gauge zien. En dat wordt dan te wijten aan die, die, dat verschil in anatomie tussen titanosauriërs en niet-titanosauriërs. Er is waarschijnlijk wel ergens een overlap, eh, maar toch kunnen we die, 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 die trackways in, in die twee brede categorieën opdelen. En um, nou ja, ja de vraag is terecht waarom stellen ze die dan in musea, die, 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 die diplodocus? Bijvoorbeeld een diplodocus in het museum in Brussel, die staat uh, uh, redelijk breed. Ik denk dat dat vooral praktische redenen heeft. Um, want die staat in, in Brussel, die staat op een houten constructie. En hmm. ik weet niet wat voor constructie dat daaronder zit, maar tenzij dat je die aan de vloer gaat vast uh, betoneren. Um, zou ik daar toch een minimale afstand tussen die poten houden. om een beetje stabiliteit te voorzien? Um, ja. Ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. Um, en, en niet zozeer met het uh, anatomisch uh, correct zijn. Ook niet vergeten dat de Diplodocus, die je in het museum in Brussel ziet. dat is een samengesteld skelet. Um, mm -hmm. en, en die voorpoten. Ik denk niet dat die ook van hetzelfde dier zijn als de achterpoten. Dat neemt niet weg natuurlijk dat ze hem misschien wat correcter anatomisch hadden kunnen opstellen met de pootjes toch wat dichter bij elkaar. Um, maar, maar net zoals wij, gaat ongetwijfeld zo'n diplodocus verschillende poses kunnen aangenomen hebben, afhankelijk welk gedrag dat hij vertoont. Bij het voeden bijvoorbeeld zou het niet abnormaal zijn dat hij zich wat breder opstelt, hè? voor wat, wat stabieler te staan. Zoals bij een giraf bijvoorbeeld, die gaan ook diep. Die zetten hun voorpoten breed uiteen om te kunnen drinken ja. uit een meer. Inderdaad. Of een rivier. Als je ziet wat voor zotte toestanden dat een giraf moet doen om te kunnen drinken, dat is, um, dat is wel heel extreem. Die moet echt een spreidstand doen om zijn nek ja. uh, laag genoeg bij het water te kunnen brengen. Nu, dat heeft vooral te maken met dat de giraf zijn nek niet zo flexibel is als die van een diplodocus. Um, ja, ja, ja. En niet zo lang natuurlijk. Inderdaad. Het is een, een terechte vraag. Ja, waarom staat hij zo breed? Ja, ik denk vooral praktische overwegingen, veiligheidsoverwegingen. Mm -hmm. En niet zozeer uh, om de anatomie te weerspiegelen. Ik heb het geluk gehad uh, een paar weken geleden van, uh, in het Natural History Museum van Londen ah, ja. uh, te mogen binnenstappen. Uh, ze hebben daar op dit moment een uh, ongelooflijke expositie Titanosaur Life as the Biggest Dinosaur. En daar staat een skelet opgesteld. Het is ook een composiet, dus verschillende individuen dat ze samengelegd hebben. En het is allemaal kopie van de beenderen. Dus het is eigenlijk een cast die daar staat van de Patagotitan Majorum. Een van de vermoedelijk langste, grootste, zwaarste dieren die ooit op het land hebben geleefd. Ja. Dat is een Titanosaurier. En uh, het was prachtig opgesteld, We je kon eigenlijk overal rond, tussenin, langs, onder. Cool. Uh, ja, je mocht het ook aanraken. Ik kon er ook gewoon gaan tussen liggen, uitgestrekt, tussen de twee uh -huh. voorpoten. En er zou nog ruimte over zijn. Ik ben in meter 83 en er is nog ruimte dan. En dat, ja, dat beest, dat Enorm, kolossaal he? groot, breed, op zijn majestueuze poten... Ja. Ik werd er een beetje emotioneel van eigenlijk als ik daar stond. En als dat ik er nu aan is. terugdenk, het is het echt fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden om er naartoe te gaan. Het is fenomenaal. Ja, het is echt wel een uh, gigantisch beest. Hè? Het, uh, je voelt je zo'n zo dwergje daaronder. En je kunt je alleen maar voorstellen wat dat moet geweest zijn als die zich uh, verplaatsten. Hè? Als, uh, en zeker dan in, in groep. Er wordt van, uh, van uitgegaan dat ze in groep leefden. Het moet een, uh, een fantastisch schouwspel geweest zijn. Um, trouwens, ja. dat um, da van die trackways, dus het, de, de brede stand van die poten, dat zien we ook terug in de weefsels van die botten. Want bij Titanosauriers zien we veel vroeger de start van, van ombouw. Dat wil zeggen dat de weefsels hersteld worden. Um, en dat zou mogelijk te maken kunnen hebben met die, die brede stand, dat de, de krachten daar anders op inwerken en. Um, en voor meer microbarstjes gaan zorgen, waardoor die een ombouw sneller in gang gezet wordt. Dus het zou kunnen dat er inderdaad een mechanische factor toe bijdraagt dat we andere dingen zien in, in die weefsels. Dus dat is wel een interessant weetje. Ja, voilà. Bart, ik hoop dat uw vraag beantwoord is. Next. Dus wat we regelmatig doen met Vogels en Dinners op social media is paleo-art posten. En daar een beetje context rond geven. En ook de artiest uh, in de kijker. En op uh, 11 februari hebben we dat gedaan met een, uh, een zeer bloederig kunstwerkje mm -hmm. van Harrison Keller Pyle. Uh, uit 2019 is dat werk. Dat is een stegosaurus die rondschokt In het late Jura ook. Ja. Van Noord-Amerika ergens. Dus de stegosaurus is een uh, grote viervoeter planteneter. Beroemd voor de. Dubbele rij rugplaten die van nek tot staart lopen, en dan op het einde van de staartpunt zitten daar vier grote stekels. En op dat kunstwerk is er dus een ceratosaurus, een uh, middelgrote vleeseter uit die tijd, <laughs> met zijn kop gespist op die vier staartstekels, en de voorste helft van het lijf slobberde een beetje van die staart af en de rest wordt eigenlijk afgevreten door kleine aaseters. Terwijl dat die Stegosaurus zijn wandelingetje hmm. Hmm. Uh, in het uh, Noord-Amerika van het Latura verder zet. Dus die print lijkt te insinueren dat de Stegosaurus een lap gegeven heeft met zijn vier staartstekels door de kop van een aanvaller. Hmm. En de vraag komt van Misha Gradussen um, op 11 februari onder die paleoart Um, werd de kracht van de impact van zo'n staartstekels van Stegosaurus ooit berekend? Weten we de kracht van de impact van dat wapen die achteraan dat dier? Um, zat? Ja, er is uh, een studie geweest door. Ik ben het uh, zelf moeten gaan opzoeken, want uh, ik, wist, ik wist het zelf niet of dat het al gedaan was. Maar er is inderdaad een studie door um, Kenneth Carpenter en co-auteurs in een boek dat in 2005 ook door Kenneth Carpenter gepubliceerd werd. De Carnivorous Dinosaurs. Uh, in hoofdstuk 17 wordt het voorbeeld van allosaurus en stegosaurus aangehaald. En ze gaan daar inderdaad aan de slag met uh, wat dat ze kunnen zien op, uh, op fossielen. Er zijn wervels en andere botten van allosaurus. Uh, ik denk dat er sindsdien ook nog uh, heupbeenderen van allosaurus zijn teruggevonden, waarin holtes zitten, gaten zitten... Waar perfect zo'n Stegosaurus stekel in past. Uh, dus een, een pathologie die eigenlijk heel goed te verklaren valt door zo'n Joef van een Stegosaurus stekel. En ze hebben ook um, Stegosaurus stekels teruggevonden die, die afgebroken zijn. En dus een aanzet was uh, in deze paper of in dit hoofdstuk liever, was te gaan berekenen hoeveel kracht dat er nodig is om, uh, om ten eerste die, die wervels te doorboren en uh, mm -hmm. anderzijds, ja, vanaf wanneer gaat zo'n stekel afbreken. ze um, eh, dus gaan dan ervan uit de, door, door het schatten van hoeveel spieren dat er op die staart van die stegosaurus zaten, hoeveel kracht dat er uh, door uitgewerkt kan worden, eh, en dan A range of motion gaan berekenen wat is de hoek waarin dat er ge, gezwaaid wordt en er zijn natuurlijk bij dat soort van berekeningen moet je natuurlijk ook altijd een grote foutmarge in acht nemen want dat zijn natuurlijk schattingen je weet niet hoe, hoe groot en hoe sterk waren die spieren um, maar um, de kracht is echt enorm zeker groot genoeg om, uh, om die wondes die op die Allosauruswervels wervels gezien worden te veroorzaken Um, maar niet genoeg, dus de kracht van, van impact is niet genoeg, uh, volgens de auteur om zo'n staartstekel te kunnen afbreken. Die staartstekels, moet je weten, die zijn echt massief bot. Dat is echt super, super massief bot. Er zat waarschijnlijk ook nog een, uh, een keratine laag over, een beetje zoals een nagel, ter, ter bescherming ook. Mm -hmm die hem nog langer en scherper maakte dan het bot dat we vinden. Ja, inderdaad. Ja. En ook een beetje dient als beschermlaag, die, die kan zich herstellen um, bij eventuele schade. Uh, maar die kracht van impact die zou niet groot genoeg zijn om dus zo'n stekel af te doen breken. Maar als de aanvaller en ook de aangevallenen zouden afwijken, dus dat wil zeggen dat zij, dat zij zouden in een andere richting bewegen, dus als die staart in een lichtjes opzij buigt, waardoor er buigkrachten op die stekel komen te staan, ja, dan onder een bepaalde uh, hoek zou die stekel wel kunnen afbreken. Um, en dat verklaart dus ook die, die pathologieën die je ziet bij sommige staartstekels van uh, Astegosaurus. Dus het was zeker ook een wapen. Het was niet gewoon puur als uh, pronkstructuur ofzo. Het was echt een verdedigingsmechanisme. In tegenstelling tot, uh, tot de, de platen, natuurlijk. Ja? Die platen die zitten vol met bloedvaten. Uh, de rugplaten. Ja, ja. De, de rugplaten. Dus de grote holtes in, dus die hadden zeker een vast een andere functie dan verdediging. Bij stegosauriërs groeiden de rugplaten niet uit de wervels, maar uit de huid. Over de functie ervan wordt tot op de dag van vandaag duchtig gedebatteerd. Omdat de platen hol en dus redelijk fragiel waren, dienden ze bijna zeker niet als verdedigingsmechanisme, maar vermoedelijk eerder als temperatuurregelaars. Of als pronkstructuren, die door toevoer van bloed van kleur konden veranderen. In The Lost World uit 97, mm -hmm. zit er een knappe scène met uh, een aantal stegosaurussen die uh, onze protagonisten in de jungle uh, ja, aanvallen, ja. en, uh, Maar in het design van de stegosaurus, daar staan de stekels in twee paren aan de zijkant van de staartpunt. Twee naar links en twee naar rechts. Nou oh ja, zo plat eerder. Ja, ja inderdaad. En ze, en ze zwiepen die staart in een horizontale zwaaibeweging. Ja. Maar ik denk dat de actuele consensus over de positie van die staartstekels is dat ze eigenlijk ja, al meer, meer naar boven toe, naar omhoog wezen. Hein? Ook in twee paren. Dat is ook een goede vraag. En dat de staartpunt wat afhing. Als je kijkt op Wikipedia, de Engelse Wikipedia, staan er denk ik. Ja, voilà. Life Restoration of Sophie, een beroemd Stegosaurus tenops uh, fossiel. En daar zie je dus effectief. Dat de startpunt op het einde naar beneden komt te hangen en dat daar die vier staartstekels in een hoek terug van dat boven plooien, naar achter. Ja. Als dat zo'n een, uh, een geducht wapen is, dan moet je natuurlijk wel vanuit gaan dat er redelijk wat range of motion was uh, van, van die staart. Je ja. dus ziet dus ook is een, is ja. heel veel werveltjes. Um, dus er gaat ongetwijfeld een, een grote beweeglijkheid geweest zijn in die staart. Ik vind het ook mooi hoe ze die Sophie. Ja. Opgesteld hebben als een redelijk dynamisch beest. Ik vind dat ze er heel, um, ja. heel gespierd, slank en, en agiel uitziet, in tegenstelling tot uh, wat we ja, ja, soms uh, van, van oudere Stegosaurus, zo longen, beesten, uh, te zien krijgen. Oh ja, we in het vorige afleveringen over Fantasia, 1940. Daar is die Stegosaurus een vet gemeste mm. <laughs> salamander bijna uh, met wat rugplaten opgeplakt. Ja. Sophie, hier inderdaad in, in Londen, staat vermoedelijk in een verdedigingspositie. De mm -hmm. staartstekel is omhoog gericht. En, uh... Ja, inderdaad. Een beetje gelijk een schorpioen of zo. Uh, ja, ja, inderdaad. Als je ja. een schorpioen zo al eens bezig hebt gezien, uh, dat zijn redelijk. Je zou denken: een schorpioen is toch een traag log beest, maar die is heel snel. Supersnel. Ja, en zeker met die, die, die staart is heel beweeglijk. Dus um, zeker een geducht wapen. Um, en de krachten. Zeker groot genoeg om aanvallers uh, te doorboren. Hè. Um. De kracht waarmee Stegosaurus Tenops de staartstekels in een belager kon planten, werd door Carpenter berekend op 360 tot 510 Newton. Meer dan genoeg om een Allosaurus bot te versplinteren. In het Engels heet die staartstekel trouwens een Thagomizer. Ja, een Thagomizer. Ja, inderdaad, dat is wel leuk dat ze daar uh, naar de, de cartoon van, uh, van Gary Darson. Ja, Een cartoon in 1982 van een holbewonder die lesgeeft over de staartstekels van een stegosaurus. Hier wordt verondersteld dat mensen en stegosaurus nog samenleefden. Ja. Wat uiteraard uh, fictie is. Maar hij wijst op de staartstekels en hij zegt: uh, Nou, this end is called the Thagomizer after the late Thag Simmons. Ja. Die zal dan zijn al verloren hebben. Ja, ja. inderdaad. <laughs> ja. Aan de staartstekels. Maar de paleontologische communie. Heeft dat overgenomen en. Ja, de Thagomizer. Ja. Ja. Goed, goed, goed. Willen we nog iets kwijt over Stegosaurus en staartstekels? Um, niet per se. Behalve dat uh, het zal niet altijd gewerkt hebben, want we vinden ook wel uh, behoorlijk wat Stegosaurus botten waar de Allosaurus tandsporen op staan. Dus um, ah, ja. soms zal het de Stegosaurus geweest zijn, en soms zal het de Allosaurus of Ceratosaurus in het geval van onze PaleoArt geweest zijn die het onderspit moest delven. Ah ja, ja, ja Allosaurus. Was vermoedelijk uh, tijdens de late Jura, dus we spreken over 154 miljoen jaar geleden, als Stegosaurus en Allosaurus en Ceratosaurus en een hoop langnekken, ik ja. denk ook zelfs Diplodocus ja, ja, en Apatosaurus, dat die allemaal samen woonden in die Morrison-formatie, uh, beroemde Morrison-gesteentes, dat uh, Allosaurus daar toen een beetje apex-predator was. Mm -hmm. De, de T-rex was in tijd, laat ons zeggen. Ja, er is er nog een die, een die nog wat groter is, Saurophagnax, maar sommige. Um... Paleontologen beweren dat dat gewoon een grote Analosaurus is. Dat heeft een, een andere naam gekregen, maar... Hij zou voor minder staartstekels kweken? Absoluut, absoluut. Oké. Okay. De volgende vraag komt van uh, de neef van mijn vader, Philip de Kommeren. Die luisterde naar de eerste deel van de derde aflevering van Volgens en Dino's, uh, waarin dat we een hoop uh, nieuwe vondsten bespreken. En in het begin van de aflevering, denk zelfs binnen de eerste 30 seconden, stel ik u de vraag: wat is eigenlijk uw favoriete dino? Omdat dat toen een andere luisteraarsvraag was. Ah ja. En uw antwoord was een beetje grollend: de kip is mijn favoriete dino. Um, en dat heeft volgens mij, ik hoor dat ook bij collega's en vrienden, dat triggert een aantal vraagtekens eigenlijk. Um, zijn hoofdvraag was eigenlijk: als kippen dino's zijn, zijn ze dan al die miljoenen jaren onveranderd gebleven? Um, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Hè? Want um, er is een vondst bekendgemaakt een aantal jaar terug. Een paper in 2020 door Daniel Field en uh, co-auteurs over uh, een nieuwe soort. Gevonden in België in het Maastrichtjaar. Dat wil zeggen de laatste paar miljoen jaren van het krijt: Asteriornis maastrichtensis. En het zou de eerste Gallo anseriformis zijn die we tot nu toe kennen. Gallo is kip. Gallus is kip, Anzer is gans. Hè? Dus uh, dat is een groep die we de Gallo Anzeriformes noemen, de, waar de, de hoenders eigenlijk, de eenden, de ganzen, noem maar op. En um, die bestonden dus al in het krijt-tijdperk. Die zat ook al blijkbaar twintig jaar in een privécollectie. Ja, en dan zijn ze er zelfs CT-scans van moeten gaan maken, want um, het ding zat een beetje in een klomp krijt. Dus het was heel moeilijk te zien um, nou ja. wat voor, uh, wat voor een fossiel dat, dat dan juist was. Ehm. Um, en zijn ze dat toch gaan scannen, er zat bot in toch gaan scannen en dan bleek daar gewoon een kip in te zitten, zeg. Allee, een, een En dan een hebben de afdruk van de veren en alles? Nee, nee, dat is uh, helaas niet bewaard. Um, maar ja. ja, uiteindelijk voert alles toch weer terug tot um, de, de allerbekendste misschien van de, de Maniraptor, dat is de Archaeopteryx. Omdat die echt wel... Heel mooi toont dat zelfs in het bovenjura, het late jura, dat die maniraptora dat die allemaal, dat die pluimen hadden over heel het lichaam. Uh, en dat, mm -hmm. Ja, die hadden vleugels. Ja, die hadden gewoon vleugels. Um, en die kon definitief vliegen, die had zeker vliegcapaciteiten. Dus uh, zelfs al mm -hmm. 150 miljoen jaar geleden, uh, een goede 80 miljoen jaar voor Asteriornis, vlogen er al... Ik ga niet zeggen vogels rond, maar uh, Maniraptor-Dromeosaurus-achtige beesten. Die Asteriornis, het is eigenlijk zo'n kruising tussen een, uh, een valk en een gans of zo. Ja. ja, daar lijkt het wel op, hè. Dat hm. is echt een, um, een, een supercoole vondst. En ook niet groot, hè. Uh, want ik denk in totaal dat het iets van een 20, 30 centimeter zal zijn of zo. Dus om zoiets te vinden, dat is, ja, dat is fantastisch, hè. Ja, het, dus het leefde effectief 66,8 tot 66,7 miljoen jaar geleden. Dus we, vermoedelijk is het dus ook uitgestorven dan als de meteoriet neerkwam. Hoogstwaarschijnlijk, want het is niet omdat er vandaag vogels zijn dat er geen vogels zijn uitgestorven. Mensen vergeten dat soms, als vogels dino's zijn, waarom zijn zij dan niet uitgestorven? Ja, maar er zijn ja. ook een heleboel vogels en ook zoogdieren uitgestorven. Ja, het zijn alleen een aantal ja, survivors, uh, opportunisten, die, die wel een kans gezien hebben om te overleven. Mensen hebben het vaak moeilijk om al te aanvaarden dat vogels de dino's zijn, letterlijk. En dan leggen ze de link met de kip en de t-rex. En hoe zijn die hm. verwant aan elkaar? Is een kip een t-rex? Is een t-rex een kip? Uh, bestonden er al kippen toen er dino's rondliepen? Hoe zit dat in elkaar? Hoe zijn die verwant aan elkaar? Oh ja, moet je zien als een hele verre neef, of niet? Um, mm -hmm. Om het in misschien in termen te zeggen die wat dichter bij, bij huis staan: um, wij hebben ook een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee. Die, die lijken wel een beetje op ons, maar er zijn toch wel een, een aantal mm -hmm. hele grote verschillen. Uh, en die voorouder moeten we toch zeker 7 miljoen jaar terug in de tijd gaan zoeken. Um, Waarschijnlijk is dat in het geval van die Asterionis en Tyrannosaurus rex nog verder terug in de tijd. Terug naar de afsplitsing van de Maniraptora. En ik denk dat we dan al naar het late Jura moeten gaan. Of misschien zelfs vroeger. Dus dan zitten we toch al wel een paar tientallen miljoenen jaren verder terug in de tijd. En wat we de filogenetische afstand noemen, dus een afstand op die stamboom, is tussen die... Asterionis en Tyrannosaurus rex wel aanzienlijk groter dan tussen ons en de chimpansee. Maar je moet het op een vergelijkbare ja, ja. manier interpreteren. Het wil niet zeggen dat die kip een familie is van een T-rex, dat een T-rex een kip is of een kip een T-rex. Dat is, dat is, dat is een verre familie van elkaar. Maar er is wel een, een, een duidelijke verwantschap tussen de twee. Lip de komeren, bij deze ben je op de hoogte van de boeiende stamlijn... Die heeft geleid tot een nauwe verwantschap tussen T-Rex en onze huidige kip. Uh, niet alleen. En voor that matter all alles. Ja, inderdaad. Het <laughs> ja, is dat all birds, maar ook, <laughs> ja, voilà. maar ook alle dino's. Alle he. Het gaat even goed. Uh, triceratops, ja. Diplodocus, Stegosaurus, allemaal ergens een gemeenschappelijke voorouder met de kip. Uh, als je maar ver genoeg teruggaat in de ja. tijd, hebben wij een gemeenschappelijke voorouder met de eerste microbeveronderstelling. Ja, inderdaad, als je miljarden jaren teruggaat. Er is zelfs een, uh, dat noemen ze Luca, the last universal common ancestor, in de veronderstelling dat het leven maar één keer ontstaan is. En dat er niet meerdere verschillende uh. soorten van leven zijn ontstaan. Uh, dus dat alle leven eigenlijk wel verwant is aan elkaar. Complex topic. Complex topic. Goed, we springen naar de volgende. Yes. Op 11 maart hebben we opnieuw Paleo-Art gepost. En dat was in het kader van een nieuwe paper die gepubliceerd was door de Chinese paleontoloog Zihuan Qin. In Communications Biology um, Functional Space Analysis Reveal the Function and Evolution of the Most Bizarre Theropod Manual unguals. In begrijpelijke termen, het gaat dus over de Therizinosaurus, een dino met enorme lange vingernagels. En wat daar de functie zou van kunnen zijn geweest. En voor mensen die Jurassic World Dominion gezien ja. hebben, daarin loopt een Therizinosaurus rond. Dat is een Dino met een hoornachtige bek en dus die lange, lange, lange scherpe vingernagels. En op het einde van de film. Uh, de Giganotosaurus wordt daar gespiest. Ja, de T-Rex duwt een Giganotosaurus op de vingernagels van de Therizinosaurus. De vraag komt van Andy Kerkhoff. Hij heeft dus ook die Therizinosaurus-vingernagels opgemerkt, omdat we er ook een mooie paleo-art hadden bijgestoken om die paper te belichten. Uh, een kunstwerkje van John Conway uit 2012, uit het boek All Yesterdays. Conway is ook echt een kunstenaar hm. die onder andere paleo-art doet... En hij doet er eigenlijk altijd iets fantastisch mee. Zijn kleurenpalet, zijn belichting, zijn composities zijn altijd. En uh, ook de manier waarop hij de, zeer, zeer waarop hij de dieren ook uh, interpreteert. Ik herinner mij een, uh, een paleoart, ik ja. ding dat protoceratopsen waren, die zoals geiten in een boom aan het grazen waren. Dus die waren op, op een boom geklommen om daar dan de blaadjes te gaan grazen. Kun je je voorstellen, ceratopsiden die in die bomen beklimmen klimmen? Ik vind het heerlijk. Inderdaad. Komt denk ik ook uit in een boek All ja, Yesterdays. Inderdaad. En daarin was de opzet om inderdaad dino's uh, weer te geven, uh, een beetje out of the box, ja. zo. Hè? Uh, ja, absoluut. Gebaseerd op, op het uh, op, uh, dierengedrag dat we kennen van vandaag. Maar dus uh, Andy Kerkhoff vraagt eigenlijk: oké, okay, dus we kennen die een Dino, de Tyrannosaurus, enorme lange vingernagels. Um, is dat dan? Bewijs voor seksueel dimorfisme binnen die soort dino. Met andere woorden, waren het enkel de mannetjes of enkel de wijfjes van die dinosoort die zo'n extreem lange nagels ontwikkelden? Dat is moeilijk te zeggen, want uh, er is niet nie echt een, een controle op hè, hoe. Uh, de, het, het grote probleem van dat soort van vragen is dat je om daar een duidelijk antwoord op te geven, moet je een duidelijke seksuele dimorfie zien tussen verschillende individuen van dezelfde soort. Het probleem is, die vondsten van mm -hmm. tyrannische dinosauriërs die zijn zo fragmentair, die zijn zo zeldzaam, dat je daar mm -hmm. onmogelijk kunt aan beginnen aan dat vraagstuk. Omdat je gewoon niet de, de, de benodigde data hebt om dat te gaan opmeten. Bij bijvoorbeeld wat dat we in het museum in Brussel hebben, die iguanodons, dat is een hele groep van uh, dino's die tot dezelfde soort behoren. Enfin, er zit nog een andere soort tussen, maar dat zijn maar één of twee individuen. Daar zouden we dat wel kunnen doen. Daar hebben ze dat ook geprobeerd, maar er komt niet echt een duidelijke tweeverdeling uit. Dus daar kunnen we niet zeggen van ja, die, die er zo uitzien, dat, zijn, dat is het ene geslacht en die er zo uitzien, dat is het andere geslacht. Maar om in de eerste plaats zo'n studie te kunnen doen, heb je een groot aantal individuen nodig, wat we niet hebben. Bij die Cygnosauriers, bij die therizinosauriers, bij, um, ja, bij die Maniraptora met hele lange klauwen. Ja, dan, dan, dan geraken we er niet uit. Hè? Um, je, hebt, uh, je hebt gewoon niet een dataset. Nu, het blijft natuurlijk een interessante vraag om over te speculeren. Um, want er is al wel wat heen en weer gegaan de laatste tien jaar. Um, aan, aan ideeën over hoe komt het nu dat die zo'n lange klauwen hebben uh, het idee is dat die een beetje gelijk uh, Galicoteria, dat is een groep van uitgestorven zoogdieren met ook heel lange klauwen die liepen zo op hun kreukels um, en dan heb je ook nog de reuzenluiaard um, ook met gigantische klauwen aan hun, aan hun voorpoot dat die een beetje het, 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 uh, het ecologisch equivalent daarvan zijn dat ze die nagels misschien gebruikten om takken die bij zich te rijven, te, te harken, uh, of om mm -hmm. misschien te, te, te graven. Ja, Zo'n heel lange klauw wordt natuurlijk nogal onhandig om te graven, uh, maar het is niet onmogelijk om daarmee in de grond te gaan, te gaan spitten. Um, ja, Er werd al een keer een gelijkenis gemaakt met een moderne miereneter. Op het werk van John Conway hier ook zie je die. Een heel lange tong, hè? Inderdaad, een miereneters tong die uitsteekt. Ja. Misschien dat die, want termieten en mieren bestonden nog, het oh, ja, zeker, het ja, ook best... al. In uh, grote getalen. Ja, inderdaad. Um, dus, dus het is een goede vraag. En het, 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 het zou kunnen dat er inderdaad een soort van mm -hmm. seksuele druk achter zit. Nu, er is wel een studie. Um, van Scott Lee en Zachary Richards in 2018 um, hebben zij de humeri van niet alleen Tyrannosaurus, maar ook een aantal andere roofdino's vonden dat er redelijk veel weerstand was aan, aan belasting. Dus dat die heel sterke bovenarmen hadden. Dat wil zeggen dat ze ook een, een heel sterke biceps hadden. En je ziet dat ook aan de, de, de algemene structuur van, van die, die bovenarm, van die humerus. Er zit een hele grote. Um, dat noemen ze de deltopectorale uh, richel, crest in het Engels. En daar hechten dus een heleboel spieren aan vast aan die richel. Um, en als dat natuurlijk een hele grote richel is, dat wil dat zeggen dat er ook een veel grotere spier aan kan vasthechten. En die is enorm mm -hmm. bij de Tyrannosaurus. Dus daar mocht je dan van uitgaan dat daar een hele sterke spier aan vast zat om veel kracht te kunnen uitoefenen met die armen. Wat dus na, natuurlijk dat, dat idee dat die, die klauw ook wel wat stressbelasting moest kunnen weerstaan, uh, onderstreept, denk ik. Het deed er iets mee uh, Het is het sowieso heet, wel een, 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 een functioneel gegeven geweest, die, die lange klauw. Sowieso denk ik dat een roofdino wel twee keer gaat nadenken als daar een potentiële prooi is die met meters lange missen aan het zwaaien is. Um, ja, dus dat zal mm -hmm. misschien sowieso mm -hmm. wel een ja, afschrik effect hebben gehad. Die therizinosaurus is een groot beest, ah, ja, ja, ja. ook uh, een meter of Inderdaad, 6, 7 uh, lang. Ja, we spreken al over theropoden altijd, als de groep van de vleeseters. Maar er zaten natuurlijk ook nog uh, deze vreemde kerels tussen, die, uh, die waarschijnlijk planteneters waren. Um, maar wel ja. echt gigantisch. Um, en er kunt, je kunt daar ongelooflijk mm -hmm. veel over speculeren. Um, maar totdat je dus meerdere vondsten hebt hè, en een duidelijke uh, populatie die je kunt gaan onderzoeken, blijft dat giswerk. Ja. Ja. En dan moeten we met dit soort van studies verder. Waarbij dat je natuurlijk op een enkel individu bepaalde analyses gaat toepassen. Een fragment van een ja, individu. Fragment, als, dus, ja, een fragment zelfs. We hebben geen volledig fossiel van een Therizinosaurus, ja, denk ik. Hè? Ik denk het niet, nee. Ik denk dat er ja, wat nagels, misschien een arm... Dag, en zijn er dinos waarvan dat we wel 100% zeker een mannetje en een wijfje hebben? Um, Confuciusornis. Uh, dat is een uh, de naam zegt het al zelf. Uh, Ornis, dus vogel. Ik weet niet of dat al tot een neornitis, de groep van de huidige vogels behoort, maar um, ik, ik dacht het wel. En dat is een dino die gevonden is in, in China in enorme hoeveelheden en heel duidelijk. Twee types. Eén type met heel lange dubbele staartpluim. En één type zonder. En... Och, ja, als je naar reconstructies gaat prachtig. kijken van die Confuciusornis, dan zie je duidelijk dat die... Ja, dat dat seksuele dimorfie is. En dat waarschijnlijk de mannetjes, net zoals bij vogels vandaag, zijn de mannetjes meestal wat mooier. Wat meer pronkmateriaal. Uh, uh, die, die... Denk maar aan de, de, ja. de paradijsvogels. Die ook allemaal uh, in verschillende... Ja, ja, ja. Uh, Touillages komen. Um, en bij deze confucius is dat dus een, een, een duidelijke case van seksueel dimorfisme, waarbij de mannetjes die twee lange staartklamen hebben en de vrouwtjes niet. Ik zie op Wikipedia dat, dat de, de klade waartoe dat hij gerekend wordt, filogenetisch dan, is de Avialei. Ja, inderdaad. Dat mag je dan niet uh, moderne vogels noemen. En die leefde 125 miljoen jaar geleden? In het begin van het krijt. Dus, het is een echte vogel. Ja, uit het begin van het krijt. Fantastisch. En dat is bij mijn weten de enige echte overduidelijke case um, waar dat een slam dunk is. Bij eender welke andere soort is het allemaal indirect bewijs. Ook een heel klein uh, dino, ja, inderdaad. Ja. Uh, met de staart erbij, een half meter. Ja, inderdaad. Dus zonder staart, zo groot als een. Een ja, hand. Inderdaad. Ja. Een merel. De grootte van een merel. Hè? Very nice. Very nice. Oké, okay, voilà. Dus Andy. Dus je ja, vraag is niet beantwoord omdat gewoon niemand het ja. kan beantwoorden op dit moment. Zo simpel is het. Meer opgraven. Uh, zelfs koelen. Meer, meer opgraven. Ja, voilà. Dat is altijd het antwoord van de paleontologen: is ja, we moeten maar meer opgraven, of meer gaan kopen in China. <laughs> ja, dat. Next. Um, en misschien weten mensen dat niet, maar via onze website kunnen ook uh, uw vragen insturen. En Benjamin van den Broek heeft dat gedaan op 3 april. Komt ongeveer overeen met de tijd waarin dat er een paper uitkwam, alweer over Tyrannosaurus. Ja. Een paper van Thomas Cullen en collega's in Science: Theropod Dinosaur Facial Reconstruction and the Importance of Soft Tissues in Paleobiology. Kort gezegd, die mensen um, pleiten voor. Reconstructies van theropoden, dus de vleeseters, waaronder ook Tyrannosaurus, om die lippen te geven. En niet meer de tanden bloot te laten zien rond de kennebak, zoals in Jurassic Park en alle vervolgfilms, maar dus te gaan opteren voor een gesloten muil met lippen ja. op elkaar. Inderdaad. En Benjamin vraagt: heeft Tyrannosaurus lippen gehad? Dat um, oh, is, is een moeilijke vraag. Eigenlijk is dat een discussie die al langer aan de gang is. Hè? Het, het... T-Rex with lips. Mm -hmm. Sommige mensen zijn er keihard tegen omdat het, uh, het er minder angstaanjagend uitziet ofzo. Ik weet het niet. Om dezelfde reden dat een Velociraptor geen pluimen zou mogen hebben, omdat het er minder angstaanjagend uitziet. Um, ik, ik denk dat de case die Cullen maakt redelijk voor de hand liggend is. Uh, en dat is vooral de beschadiging aan tandglazuur. Als uw tanden niet um, bedekt worden door. Zacht weefsel en redelijk vochtig gehouden worden um, dan riskeert je dat je tanden zo hard uitdrogen dat het glazuur beschadigd wordt, waardoor dat de tand zijn functionaliteit verliest. Dat wil zeggen dat de tand gaat afsterven, afbreken, sneller gaat verrotten um, of gewoon beschadigd geraakt op allerlei ja, ja. andere manieren. En dat is natuurlijk wel een probleem, want zo'n tand, die tanden die worden wel gewisseld. Alle dino's die kregen je hele leven door nieuwe tanden. Um, maar die moeten wel een tijd functioneel zijn. Dat wil zeggen dat dat niet direct gebeurt wanneer een tand versleten is, dat, er, dat die vervangen wordt. Dus uh, een, een systeem waarbij dan een tand waarschijnlijk toch wel een jaar of zo functioneel moet zijn. En dat is meer dan lang genoeg om wanneer die blootgesteld is aan droogte en, en de buitenwereld, dat is lang genoeg om die een tand uh, serieus te doen. Verslijten, infecteren. Um. Ze zijn verschillende van die tanden gaan doorsnijden en gaan bekijken in dat glazuur. Dat is bij al die tanden intact gebleven. Ik denk dat ze zijn gaan kijken naar shit teeth. Dat wil zeggen tanden die uitgevallen zijn, die, die duidelijk uitgeduwd, ah, versleten, ja. afgebroken zijn. Dat die perfect intact zijn. Dus dat die in een omgeving moeten gezeten hebben waar dat ze beschermd bleven van uitdroging. En daarom dus die liepen. Het argument van Thomas Carr. Thomas Carr beweert dat. De structuur van het bot op die snoet uh, meer lijkt op dat van krokodilachtigen. Maar zonder vergelijking vind ik het heel moeilijk om te gaan zeggen: ja, het lijkt op dat van krokodilachtigen. Je hebt geen recent equivalent om naar te gaan kijken van botstructuren. En je kunt zeggen: van ja, dat lijkt op dat van krokodil. Er zitten kleine gaatjes in die, in die botstructuren uh, waar daar zenuwuiteinden in zouden uit eindigen of en, en ook bloedvaten doorstromen. Bij krokodillachtigen is het zo dat inderdaad op die snoed van voor, daar zitten ongelooflijk veel sensoren. Die hebben een ongelooflijk gevoelige snaad waarmee dat die de minste beweging <laughs> kunnen detecteren in het, vooral in het water dan. Hè. Ja, in de, water. De, de kleinste ja. drukgolven. Maar we zitten hier, in een, om te beginnen, in een heel ander milieu. En je zit in een terrestrische omgeving uit het water, die gaat die gevoelige sensoren die zenuwuiteinden die nodig je hebben. Ik snap het argument van, van Thomas Carr eigenlijk niet zo goed. Um, en ik vind het argument dat, dat Cullen en coworkers uh, voorstellen veel treffender, veel plausibeler. Als je gaat kijken naar, naar, naar andere landpredatoren vandaag, van enfin, landpredatoren. Um, ik spreek over varanen, als we het hebben over landpredatoren bij de reptielen, dan spreek ik over varanen. Die hebben ook uh, mm -hmm. scherpe tanden, die vervangen worden heel hun leven door, um, maar die zijn wel omgeven door lippen. Dus door zacht weefsel, waar dat die tanden in een vochtige omgeving blijven. Um, en iedereen is daar oké. Okay. <laughs> iedereen vindt dat oké, okay, dat die, uh, dat, die dus dat, dat soort van structuren hebben. Als je naar de schedel van een varan gaat kijken, zitten er ook allemaal kleine putjes op. En, en daar zitten ongetwijfeld zenuwuiteinden en bloedvaten en zo, die dat zacht weefsel van nutriënten te moeten voorzien. Um, dus voor mij is dit case in point: uh, dat die T-rex zijn tanden in, in, een, in een soort van lippen zaten, waar dat dan waarschijnlijk ook wel schuben ja. bovenop lagen. Hè? Dus die, die haat waar schuben op zaten, uh, dat is perfect allemaal mogelijk. Um, maar ook weer, ja, het, het is allemaal natuurlijk indirect bewijsmateriaal. En je zou al mm -hmm. een gemummificeerde T-rex moeten gaan zoeken. En er zijn gemummificeerde dino's gevonden, vooral hadrosauriers. Er zijn ook een aantal langnekdino's gevonden die gemummificeerd zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de Camarasaurus, die in het Aantal Museum te zien is in, in Zurich. Dat is nou lang, nek, ja, uit het Jura weliswaar. Dus, uh, ja, sauropoden uit het Jura, T-Rex is uit het Krijt. En daar zitten uh, zo stukken huid nog op die schedel. Ik denk niet aan die lippen. Ik was aan het denken aan uh, het fenomeen dat, dat we uh, sauropoden valse gebieden noemen. Uh, in, het is een beetje slecht vertaald uit het Engels: de uh, sauropod dentures. Er zijn een aantal reeksen van tandenrijen van sauropoden die zijn teruggevonden. Maar alleen de tandenrijen. Dus uit het bot. Alsof ze uitneembaar waren? Of zo. Alsof dat, dat precies een vals gebied is dat eruit genomen is en dat die dan zo bewaard zijn gebleven. Dat is natuurlijk niet waar. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen daarvoor. Eén daarvan is dat die tanden in een soort van bindweefsel vast zaten. Ik wil niet zeggen een soort van bek, maar dat er toch een soort van steviger materiaal was dat die tanden bijeen hield en wanneer dat, dat dier dan stierf dat al die tandjes loskwamen te zitten maar door dat bindweefsel toch aan elkaar bleven vasthangen en dat die dan zijn uitgevallen en zo in het gesteente bewaard zijn gebleven. En het alternatief is dat die tanden um, nog wel in de schedel zaten, maar dat de schedelbotten opgelost zijn ik denk dat dat bindweefsel ja. dan net iets plausibeler is uh, want als je in dezelfde gesteentes ook nog botten terugvindt dan is het heel vreemd dat net dat kaakbot gaat oplossen en die andere botten niet. Dus dat, dat bindweefsel, dat, dat is voor mij wel een, uh, een interessante piste. Um, maar ja, dit, uiteindelijk gaat dat dan ook wel verrotten en vergaan tijdens het fossilisatieproces. Dus het blijft ook weer een, een hypothese. Um, maar dat dus waarschijnlijk ook die sauropoden een soort van lippen hadden of misschien een soort van... Ja, ik weet niet hoe dat ik mijn combinatie van... van een heel stevig bindweefsel. Ik heb al uh, kunstwerkjes gezien men, waarbij sauropoden de slurf krijgen. Ja, ja, ook, ja. dat is misschien wel iets ja. uh, absurder. Want je hebt al zo'n lange nek, mm -hmm. waarom zou er dan nog zo'n slurf. Waj, het is tot, houdt totaal geen steek, um, voor mij althans. Ja, 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 ja. Um, maar uh, um, ik, vind, ik vind de case van, van lippen voor, voor theropoden uh, zeer sterk. Gewoon al voor. Ja, en meer en meer paleo-artists uh, pikken het op. Hè. Je Absoluut. ziet er meer en meer uh, Tyrannosauriers, ja. zelfs ay, gewoon vleesetters ja. geportretteerd worden met een gesloten bek en geen enkele tand die er nog door. Zichtbaar is, hè? Ja. ja, het is ook zo dat, want dat is het argument dat Cullen ook aanhaalt, is dat bij krokodilachtigen staan die tanden net iets meer opzij gericht, naar buiten gericht. De hoek van de tanden in dat kaakbeen is misschien net iets meer. Um, Schuin, of meer naar de rand. Van de Terwijl in de, de schedel van, van, van theropoden zit dat echt allemaal mooi netjes op één rij. En weten we waarom dat de uh, krokodilachtigen geen lippen hebben? Goh, goede vraag. Uh... Waarom? Ha. Is dat omdat ze in water zitten en dus als ze een prooi vangen, dat dat water kan ontsnappen hmm, langs de tanden? per se. Uh, het is wel zo dat ze natuurlijk vooral viseters zijn. Oh, mensen zullen mij tegenspreken. Ja, maar al die krokodillen die daar die wilde beesten vangen. Ja. Nee, de hoofdprooi van... van die zebras, ja, De ja. hoofdprooi van, van dieren die in het water leven, zijn natuurlijk andere dieren die in het water leven. Dus dat zijn dan vooral vissen. Hè. De meeste krokodilachtige mm -hmm. uh, zijn piscivoor. En dan helpt het natuurlijk van dat soort van tanden te hebben die konisch in een punt eindigen om die hele gladde vissen te kunnen vangen. Het is natuurlijk mooi meegenomen dat je ook nog eens wat dieren, die, wat landdieren die dan komen drinken, dat je die ook kunt eten. Maar vooral um, vissen zijn de hoofdprooi van, van krokodilachtigen. En um, ja, waarom dat ze dan geen lippen hebben? Als we, als we de vergelijking doortrekken naar mosasaurus bijvoorbeeld, dat eigenlijk gigantische varanen zijn, waarschijnlijk hadden die ook lippen. Want... Varana hebben allemaal lippen en slangen hebben lippen, dus waarschijnlijk hadden die mosasauriërs mm -hmm. ook lippen. En ik denk niet dat iemand dat in vraag zou stellen dat mosasauriërs lippen hebben. Um, dus ja, en dat zijn uiteindelijk ook waterlevende dieren die perfect met die lippen overweg kunnen. Dus waarom dat krokodillachtigen geen lippen hebben? Misschien is dat wel een interessante vraag. Ja. Voor paleontologen om ook eens te gaan kijken waarom hebben krokodillen geen right. Op 23 mei kreeg ik een WhatsAppje van de maat van mij, Jasper de Jonkeren, die um, zich afvloeg Madagaskar, dat is een groot eiland langs de Afrikaanse kust. Daar leeft een uniek biotoop van fauna en flora die nergens anders ter wereld mm -hmm. nog voorkomt. Hij wou weten of er daar ook unieke dino's leefden. En ja, ik heb ook een keer geresearched. Ik heb gelezen dat Madagaskar afgesplitst is van Afrika zo'n 185 miljoen jaar geleden ja. in het vroeg Jura. En dan later pas afgesplitst is geraakt van het Indische subcontinent zo'n 92 tot 84 miljoen jaar geleden in het Laat Krijt. Maar dat betekent dus, tijdens die twee afsplits, events... Ja, leefden er dino's op Madagaskar? Zeker en vast. Wat er bij mij meteen te binnen schoot, is uh, Masiakasaurus. Uh, dat is wel een heel speciaal een dino, want die heeft, zo die heeft precies misvormde tanden. Of een misvormde kaak. Die zijn, die zijn onderkaak buigt een heel klein beetje naar, naar beneden. En die tanden zijn dan allemaal zo'n beetje naar buiten gedraaid. In dat opzicht vind ik hem een beetje uh, speciaal, een beetje uniek waarschijnlijk Piskivoor. voor twee meter lang staat op twee poten Geen en al te grote lange nek ja. kleine kop met, inderdaad met een hoop tanden waarvan dat de voorste boven en onder naar buiten Ja, plooien precies dus. zo de, de Britse glimlach Heel zo ja. <laughs> zo en scheve tanden die je, allemaal je moet het ook uitspreken als Massiacastores ja. <laughs> Dus, uh, ja, die okay. is ongezien, zover ik weet, uh, in andere continentale fauna's. En een Nederland mm -hmm. bekend is Majungasaurus. Er worden ook heel veel tanden van aangeboden op veilingen en zo. Uh, maar dat is een, als ik me niet vergis, een Abilisauride. Hij heeft heel veel overeenkomsten met andere soortgelijke dino's op het vasteland. Ook in mainland Afrika en Europa. En dan natuurlijk de rapetosaurus, dat een, een titanosaurier is. Maar geen een al te grote titanosaurier. Dus dat is misschien niet abnormaal, gezien dat we toch over een eiland praten. Echt heel gigantische mm -hmm. dino's leefden er niet op Madagaskar as far as I know. Ik denk ook dat er nog heel veel te doen is qua paleontologisch werk. Um, het... Madagaskar is niet zo super toegankelijk. Er zijn bepaalde gebieden waar dat je gewoon niet binnengeraakt. Um, mm -hmm. Waardoor je soms uh, geld in je paspoort moet steken om ergens gewoon voorbij te geraken. Um, uh, werken in dat soort mm -hmm. van, van landen. En je moet natuurlijk ook. Je kunt van alles wetenschappelijke interesses hebben, maar je moet ook even aan de de, de praktische kant, denken uh, van, de, van het veldwerk, als je daar wilt gaan zoeken en gaan opgraven. Um, de logistieke eh, nachtmerrie, dat dat kan zijn. Hè. Ik denk dat er maar nog heel ja, veel ja. te vinden en te ontdekken is. Maar we kunnen eigenlijk veronderstellen ja. dat tussen 92 miljoen jaar en 66 miljoen jaar, dat Madagaskar omringd was door hmm. water, dat de dinofauna daar dus... Ja, de volle 30 miljoen jaar, 30 ja, miljoen jaar absoluut. uniek was. Zeker en vast. Waarschijnlijk gaat het, uh, het, het unieke aspect van die fauna heel duidelijk worden aan uh, de hand van kleinere vondsten. Vondsten van kleinere soorten. Ik neem even mm -hmm. het voorbeeld van Balaur Bondok, of Bondoch. Ik weet niet hoe je dat uh, moet uitspreken, die Roemeense... Uh, vondst. En we kenden het, het bekken in, 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 in Roemenië, in, in Transylvanië. kenden we al, al in de tijd van Nobja Ferenc, in het begin van de 20e nee, ja. eeuw. Die hebben we ook besproken in Vogels en Dino's 1. Inderdaad. Die uh, balaur is, is een, een, een heel rare vleesetende dino, maar die heeft niet één zo'n sickelklauw aan zijn, uh, niet alleen zijn grootste teen is zo'n sickle claw. De tweede is ook een sickle claw. Um, en dat, is, dat maakt het natuurlijk wel uniek. Um, maar dat is een kleine vondst, dus moeilijker ja. uh, om terug te vinden. Grote botten ga je al gemakkelijker terugvinden. Um, die ga je ook gemakkelijker tentoonstellen. Je ga, gaat meer aandacht uh, wegkapen. Uh, misschien ook als er handelaars zijn met Madagaskar, daar worden ook heel veel fossielen uit verhandeld. Um, de, de commerciële... Gravers die gaan natuurlijk eerder voor de, de beter verkoopbare dingen, zoals grote botten, mooie tanden, uh, dat soort van dingen. En het wellicht wetenschappelijk interessantere, maar misschien iets meer fragmentaire materiaal, gaan ze negeren, gaan ze laten liggen. <laughs> um, ik denk dat er ja, zeker en vast nog wel, uh, nog wel wat te, te doen is uh, qua paleontologie op Madagaskar. Um, en een heleboel andere landen ja. evenzeer. Er is ook iets heel... Apart met uh, de fauna vandaag, hè, want die trend heeft zich doorgezet. Dat zie je nog altijd vandaag in de, de eilandfauna van, van Madagaskar: chameleons, uh, lemuren. Um, allerhande. Het is echt een, een, een heel eigenaardige um, ecologie, dankzij die miljoenen jaren lange isolatie. A world within hmm. a world. Koen, ik denk dat we sinds kort weten wie dat onze jongste fan is. Yeah. Ze wenst onderniem te blijven, maar haar voornaam is Lisa. Ze noemt zichzelf Dino Girl en ze heeft ons ontdekt via YouTube en via onze website heeft ze het e-mailadres ontdekt en ik denk dat wij dagelijks Enfin, ik althans, ik weet niet wat dat zit bij u, maar ik krijg dagelijks een e-mail of twee, drie van dit zeer enthousiaste, jonge, door dino's gefascineerde ja. meisje. Uh, ik niet dagelijks, uh, maar... En, uh, 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 uh. laten we zeggen, om de week of zo. <laughs> nu, het, is, het zijn allemaal... <laughs> ja, ik denk dat ze meer van jou uh, verwachten dan van mij misschien. Uh, ik weet het niet. Uh, ja. Ik probeer ook wel echt uh, snel en... Um... Ja, um, trouwens, voor de fans... Um, wij proberen, wij doen alle twee onze best om zo snel mogelijk jullie vragen te beantwoorden. Maar wij doen dit puur uh, voor de fun. Wij verdienen hier niks aan. Uh, en um, wij hebben ook nog uh, een gezin en een job en zo. Dus uh, vergeef ons als we niet altijd uh, meteen ja. op jullie vragen antwoorden. Uh, daar kan soms wat tijd tussen zitten. Tijd. Uh, maar we doen ons uiterste best om toch zo snel mogelijk en in zoveel mogelijk detail. Uh, jullie vragen te beantwoorden. Inderdaad, en elke vraag is meer dan welkom. Het zijn allemaal pertinente vragen dat dit meisje ons stelt. Ze is hyper geïnteresseerd in dino's. Uh, ik denk dat er een paleontoloog in de maak is daar. We hebben er één vraag uitgeplukt, die ze ons gesteld heeft via e-mail op 10 juli. En die gaat als volgt: hoe weten we de ouderdom van dinofossielen? En die vraag is tweeledig, want ze wou graag weten hoe berekenen we de ouderdom van de fossielen zelf, als zijnde in miljoenen jaren. Ja. En hoe weten we de leeftijd van een Dino toen dat die stierf? Ja. Ongetwijfeld spek voor je dak. Ja, inderdaad. Dat zijn vragen die regelmatig terugkomen. Hè. Um, hoe weet je hoeveel miljoenen jaren oud een skelet is? Want er is geen enkele manier om dat rechtstreeks te doen. Um, bij archeologische vondsten kan je de C14-methode gebruiken, gebaseerd op verval van stiks op 14. Hey, radioactief koolstof dat vervalt en dat heeft een halfwaardetijd tijd van een paar duizend jaar of zo. Uh, het probleem daarvan is dat je maar terug kan gaan in de tijd tot 50.000. En echt, als je het echt wilt pushen, 60.000, 70 70.000, misschien 100.000 is eigenlijk al te ver. Um, hey, en en mm -hmm. daar kan je door koolstof. Uh, de, de verhouding van, van isotopen koolstof. Uh, ik denk dat ik daar al eens heb proberen uit te leggen wat isotopen zijn. En dat je verschillende nucleotiden hebt van, van een bepaald atoom, uh, die een verschillende uh, massa hebben. En, uh, en je kan dan de verhoudingen daarvan gaan meten rechtstreeks in die archeologische vondsten, waar dat je nog van dat koolstof in kan terugvinden. Uh, het probleem is bij die dinofossielen. No chance. Die zijn miljoenen jaren oud, daar ga je nooit die, die methode kunnen. Je kan daar ook niet rechtstreeks een datering op doen, um, omdat ze gewoon te veel veranderd zijn. Um, ook het gesteente waarin zij zitten, um, dat is door die miljoenen jaren heen blootgesteld aan van alles en nog wat: aan allerlei chemische processen die de samenstelling hebben veranderd, de chemie hebben veranderd. Dus het zou soms hele rare gegevens opleveren als je daar rechtstreeks op gaat dateren. In de plek daarvan gaan we op zoek naar vulkanische aslagen of zelfs lava uitvloeiingen als er in de buurt een vulkaan was die zich boven en onder de laag waarin onze fossielen zitten en dan kan je die onderste aslaag gaan dateren met isotopen van een ander element. heel vaak gebruiken ze daarvoor uranium lood. Je kunt ook argon argon gebruiken. Dat zijn allemaal verschillende isotopen systemen. Dat zou een beetje te ver drijven omdat hier uh in detail te gaan uitleggen. Mm -hmm. Maar dat zijn andere isotoopsystemen waarvan de, de halfwaardetijd van het uh, radioactieve, dus het, het onstabiele isotoop, veel langer is uh, dan bij bijvoorbeeld koolstof. En dan spreken we al over uh, miljoenen jaren. En dan, dan zijn die systemen wel geschikt. En we gaan bepalen hoe oud is die aslaag die onder je fossiel zit, hoe oud is de aslaag die boven je fossiel zit. En dan kun je redelijk goed gaan afschatten hoe oud de laag is die daartussen zit. Anderzijds kan je ook gaan proberen je laag waarin je fossiel zit te gaan correleren, dat wil zeggen verbinden met lagen die op andere plaatsen al gedateerd zijn, aan de hand van gidsfossielen. Dat noemen we een relatieve datering. Dan gaan we zoeken naar organismen die heel snel evolueren, dus die maar een aantal miljoen jaar in bepaalde vorm voorkomen. Een goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld ammonieten. Die evolueren redelijk snel. Maar die verspreiden zich ook heel snel. Dus heel snel ga je die wereldwijd terugvinden. Wat zijn ammonieten? Um, ammonieten, dat zijn die typische opgerolde schelpen. Die ook heel vaak te koop worden aangeboden. Um, waarin dat een soort van inktvisachtig wezentje leefde. Dat uh, is een verwant van ja. inktvisachtige. Uh, en er waren ongelooflijk veel soorten. Zijn ook uitgestorven aan het einde van de dino-tijdperk. Maar tijdens het mesozoikum. Toen de dino's leefden, kwamen die in alle oceanen voor. En die zijn heel snel geëvolueerd. Dus hun vormen um, veranderen heel snel. En je kan die dus heel goed gaan gebruiken om van die relatieve dateringen te doen. Uh, als je die ammoniet terugvindt, dan zitten we in die laag. En die laag is die een ouderdom. En, en als je dan. Um, het probleem is dan. Dinosaurussen zitten meestal in landomgevingen. En die ammonieten zijn in, in wateromgevingen. Moet je eigenlijk gaan zoeken naar. Um, ja, equivalenten daartussen. Het is soms een beetje puzzelwerk om te gaan uitzoeken hoe oud is mijn fossiel. Hè. Je moet dan echt wel in een globale context gaan kijken naar die gidsfossielen. En dan zijn er ook nog gewoon microfossielen die je kan gebruiken als gidsfossielen, hè, want wij denken meestal in termen van wat we kunnen zien, maar er zijn ook heel veel microfossielen die je kan gebruiken voor zo'n relatieve datering. Bijvoorbeeld sporen van planten, varens en paardenstaarten enzovoort, en pollen. Vanaf een bepaald punt in het mesozoïcum zijn er ook bloeiende planten waarvan we de pollen, de stuifmeelkorrels kunnen gaan onderzoeken. Um, en die kunnen ons ook helpen om zo'n relatieve datering uit te voeren. Maar dat is een heel vak apart. Dat is iets waar de dino- of vertebratenpaleontoloog zichzelf niet mee gaat bezighouden, omdat dat gewoon veel te veel werk zou zijn. In tegenstelling met die vraag, iets waar ik mij dan wel mee bezighoud, is bijvoorbeeld de ouderdom te gaan bepalen van hoe oud was dat dier toen het gestorven is. Um, goh, een concreet voorbeeld, hadrosauriers. Um, ik heb een project gedaan over. Dat moet ik nog altijd publiceren, um, dat is er nog altijd niet van gekomen. Maar hadrosauriers uit Rusland, die ik ben gaan bemonsteren om te gaan vergelijken met hadrosauriers uit Noord-Amerika en elders. Um, en die beesten die groeiden ongelooflijk snel. Um, ik heb daar het holotype van Olorotitan bemonsterd. En uh, olorotitan, dat uh. is dus zo'n lambiosaurine uh, hadrosaurium met zo'n mooie kam op zijn hoofd vanachter. Die staat in Brussel toch ook, hè? Een, een afgietsel kan je zien in Brussel. Um, ah, het is eigenlijk een combinatie afgietsel en sculptuur, uh, ben ik te weten gekomen. Mm -hmm. Maar um, in de botten van het holotype, ik heb de, uh, zowel de femur, de dijbeen en ook uh, een rib kunnen bemonsteren. En als wij weefselonderzoek doen en weer te weten wil komen over de leeftijd van zo'n dier, gaan we op zoek naar groeilijntjes. En dat is nog altijd zo'n aanname, ja, die groeilijntjes, dat zijn jaringen. Uh, dat wordt al wel eens in twijfel getrokken. Daar zou, wat meer, daar zou eigenlijk wat meer basiswerk over moeten gebeuren, over ja, wat, wat is nu juist de aanzet naar van die groeilijntjes, want soms treden die op en soms niet, zien we bij dieren die vandaag leven. Um, maar totdat we daar een beter vat op hebben... Gebruiken we dat als mechanisme, als tool, als, als werktuig? En dat zijn eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk ri ringen inderdaad. die we zien. Ringetjes, een, een, een interruptie. Dus dat wil zeggen een, een verstoring in de weefsels. Dus dat wil zeggen, daar is dat weefsel gestopt met groeien. En misschien is er zelfs een klein beetje teruggeresorbeerd aan de buitenkant van dat bot. Dus als je de botwand hebt, dat bot is gestopt met groeien. En er is na een bepaalde tijd is dat terug beginnen groeien. En die interruptie die zie je, die, die, dat, dat verbreken van dat groeipatroon. Dus elk ringetje is eigenlijk ooit de buitenkant ja. van het bot geweest. En daar is dan weer een laagje Inderdaad. opgekomen. En dat was dat, ja. de nieuwe buitenkant van het bot. En dan weer ja. een laagje erop. En zo creëer je ja. eigenlijk ringetjes van ja. binnen naar buiten uit. En één keer per jaar wordt aangenomen. Dan. Het idee is dat dat een beetje zoals bij de, de jaringen van, van bomen kan gebruikt worden. Um, behalve dat je nog altijd in je hoofd moet houden van ja wat voor omgeving leefde dat dier um, welk deel van het skelet is het um, wat voor soort dier is het was het een dier dat migreerde er zijn heel veel andere hè, want een boom is stationair die heeft altijd in dezelfde omgeving gestaan uh, en daaruit gaan we dan de, de seizoenen kunnen afleiden is die veel gegroeid in een bepaald seizoen dat is veel stabieler, je hebt daar een, een, een eikpunt terwijl bij de, een dier dat, dat rondbeweegt mm -hmm. uh, dat misschien een moment wat meer eten heeft een moment wat minder eten heeft uh, die duizenden kilometers kunnen afleggen soms dat uh, 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 geeft mm -hmm. al wat meer onzekerheden over de aard van die, van die ringen um, maar bij heel veel dino's werkt dat redelijk goed Um, eh, bijvoorbeeld bij die Hadrosaurus. En ik heb in het holotype van Olorotitan, dat beest is toch wel zo groot als een kleine olifant, durf ik zeggen, uh, drie groeiringen gevonden in de rib. Drie, drie, dus dat is, niet, dat is echt niet veel. En, um, en we mogen daar dan ook wel van uitgaan: een bot, de, de anatomie van een bot, er zit natuurlijk ook een mergholten in. Een deel waar dat vroeger ooit, toen het dier veel kleiner was, daar was toen wel bot maar naarmate dat, dat dier is beginnen groeien, om die botten niet supermassief te maken, gaat er een merghol te komen. Dat wil zeggen, het, het oudste bot wordt terug opgevreten eigenlijk, recyclage van materiaal en ook gewoon om je bot licht te houden. En, en dat wil zeggen dus dat alleroudste bot is niet meer voorhanden. Daar hebben we geen idee van hoeveel groeiringen dat daarin zitten. Dus je moet bij die drie groeiringen misschien nog twee 1, 2, eventueel 3 groeiringen bijtellen. Snap je al waar dat de onzekerheden zich blijven opstapelen? Dan zitten we al aan tussen de 4 en de 6 jaar. 4 en de 6 jaar om tot het formaat ja. van een olifant te komen. Um, dat is gigantisch snel, hè? dat is enorm snel. Um, dat is een groeisnelheid die zeker mm -hmm. die van zoogdieren evenaart. En dat bevestigt eigenlijk wat we ook zien in uh, hadrosauriërs van Noord-Amerika. Daar heeft uh, een collega van mij, Holly Woodward, een uitvoerige studie gedaan op Mayasaura. En zij vindt eigenlijk ook dat onder de tien jaar die beesten volgroeid zijn. Onder de tien jaar voor een reptiel ter grootte van een olifant, dat is uh, enorm snel. En hoe oud konden ze worden, weten we dat? Waarschijnlijk niet meer dan vijftien jaar. Um, die hun levensstijl was heel ruw. Echt heel ruw. He, want uh, dit soort van dino's waren de, de lievelingsprooi van grote predatoren. He. Je moet ze een beetje vergelijken met de zebras op de savanne. Niet al te snel. Um, ze leven in grote kuddes. Uh, niet veel verdedigingsmechanismen buiten het feit dat ze in groep zijn. Grote afstanden die ze moesten afleggen om op zoek te gaan naar voedsel. We zien ook heel veel patologieën. Het mooie is van die, die vondst in Rusland... Je hebt daar een enorme hoeveelheid aan beendermateriaal in boombeds. Dus, uh, waarschijnlijk door seizoenale rivier-flash floods bij elkaar gespoeld. Um, en dan krijg je zo'n mengelmoes van allerlei botten bij elkaar. Af en toe is een iets completer stuk van een dino, zoals bijvoorbeeld de holotype van Olorotitan. Mm -hmm. um, en dat levert natuurlijk ook een heel mooi, breed beeld op van, van zo'n populatie van hadrosauriers. Uh, van en um, je ziet ook heel veel patologieën. Gebroken polsen, gebroken wervels, ribben, um, infecties, uh, echt verschrikkelijke. Die geheeld zijn. Ja, die geheeld zijn. Uh, of in het proces waren van heel. Want een een patologie die helemaal geheeld is, ja, die gaat dan niet meer zien. Daar gaat niks van overblijven, maar die wel in het proces waren van ah, ja. genezing. Ehm. Um, maar die ongetwijfeld dat beest heel hard hebben doen afzien. een, een, een achterpoot, het middenvoetsbeentje, in de, ja, het middenste stuk van de voet, waar daar een enorme woekering van bot op zat, met een, waarschijnlijk een, een infectie van, van het beenmerg, osteomyelitis. Dat wil zeggen, binnenin dat bot is een infectie en dat wil zeggen, er is heel veel pusvorming. En dat komt dan vanzelf een drainagegat in. Dus die, die voet, daar liep waarschijnlijk constant het eruit. En daar er zat een enorme bothoekering op. van, dier moet ongelooflijk afgezien hebben bij elke stap. Um, ja. ja. Maar toch een tijd mee geleefd en dan uh, toch het loodje gelicht. Dus op die manier kan je van die jaring, en dat werkt ja. ook bij, bij andere dino's. Een collega van mij heeft zo'n studie gedaan. Op ribben van sauropoden, want in de langbeenderen, die groeiden waarschijnlijk te snel. Die groeiden ook heel het jaar door. Daar vind je heel zelden groeiringen in, maar in de ribben werkt dat wel. Dus als je een skelet hebt waar daar ribben bij zitten, kun je wel een schatting doen van de leeftijd van de sauropoden. En dat zit tussen de 30 en 60 jaar voor de, de grootste sauropoden. Dus, ja, ook wel redelijk snel. Maar het is dus eigenlijk zelden dat we materiaal hebben bij een fossiel om te kunnen determineren hoe oud het dier was als het um, Het is niet gemakkelijk. Het is, je, je kunt bijvoorbeeld wel kwalitatief zeggen. Um, het was een jong dier, of het was een volwassen dier, of een heel oud dier, aan de hand van de maturiteit ah, van ja. het weefsel. Want ik heb daar straks ook gesproken over die bij de titanosaurus bijvoorbeeld begint te hermodelleren. Dat wil zeggen... Uw botweefsel, er gaan kleine tunneltjes in geboord worden door um, cellen die het oude botmateriaal gaan opeten en er komt een nieuw bloedvat in dat tunneltje en uh, dat bloedvat gaat nieuwe botcellen brengen die dat tunneltje stilletjes aan gaan toemetsen. En als je dan een bot doorsnijdt, dan zie je eigenlijk allemaal kleine rondjes in je bot en dat is dat uh, omgebouwde botweefsel. En als je natuurlijk dat proces laat doorgaan na verloop van tijd, gaan ook die rondjes terug aangeboord worden en komen daar nieuwe rondjes in. En dan kun je op den duur tellen hoeveel van die verschillende rondjes er aangeboord worden. En dan kun je toch wel iets zeggen over de maturiteit van je bot. Is het een heel oud individu? Nee. Of was daar nog niks van ombouw bezig? Was het een eerder jonger individu? En dat is iets wat ze ook gebruiken bij mensen, bijvoorbeeld. Een van de manieren die ze gebruiken bij mensen in de crime scene... Om te, te weten komen hoe oud was die persoon toen hij gestorven is. Ja, als er niet veel ander uh, informatie beschikbaar is. Ja. Plus ook bij fossielen denk ik, uh, een jonger dier, dat die botten hangen wat losser uiteen nog in het lichaam bij leven, dan dat er bij een volwassen exemplaar al, uh, hoe heet het? Ja, uh, bepaalde botten, inderdaad. Dat die, dat die botten ja. gefuseerd zijn ofzo. Ja, zo. absoluut. Bij de wervels bijvoorbeeld. De schedel bijvoorbeeld. Schedelbotten, de wervels. Bij een jongdier zitten, die, zitten er nog mooie sutuurlijnen tussen, noemen ze dat. En naarmate dat dat dier ouder wordt, gaan die, die, die stukken bot sterker en sterker aan elkaar groeien. Bij zoogdieren is dat nog veel sterker ja. uitgesproken, omdat... Um, en, en zeker bij mensen, bij de geboorte, we zitten onze schedelplaten bijvoorbeeld nog allemaal los. Een dino komt uit het ei, um, mm -hmm. dus daar moeten die schedelplaten niet per se loszitten. Um, maar... Uh, voor bepaalde groeiprocessen te laten kunnen doorgaan, moeten die wel toch een beetje schuiven ten opzichte van elkaar. Een beetje ja. bewegelijk zijn ja. ofzo, ja. Hallo ja, ja. Voilà, Lisa. De miljoenen jaren, dat is wel een dat beetje... Dat is wat complexer. Ja, dat is, is, beetje... is isotopenchemie. Op simpel gezicht kan je zeggen, sommige atomen die zijn instabiel. En na verloop van tijd gaan die uiteenvallen. En dan krijg je daar dat ze noemen het dochterisotoop, dus het, het element waarin dat, dat oorspronkelijke element vervallen is. En je kunt in bepaalde kristalletjes, bepaalde mineralen, kunt je de hoeveelheden van dat dochterisotoop gaan meten. En dan krijg je een idee van hoe oud is dat mineraal is. En dus ook het gesteente nee. waarin dat die mineralen zitten. Het is daarom dat bij veel fossielen staat er. Kan je een keer kijken meer? Voilà. Bij Olorotitan op Wikipedia staat er dat dat dier leefde tussen 72 en 66 ja, voilà. miljoen we jaar. Dus we geven altijd zo'n marge. Omdat je nooit met absolute precisie op de dag kan zeggen. Uh, um, de laatste datering van de, de krijt-paleogeengrens um, is al plus, minus een paar honderdduizend jaar. Wat ongelooflijke precisie is: hè, op 66 miljoen jaar, een paar honderdduizend jaar Daarnaast... Mm. Heel, heel precies. Ja. Ja. Goed. Ja. Goed. Um... Koen, we gaan nog een cadeautje weggeven. Ja. Um, we gaan uh, een uh, boek verloten. Niet zomaar een boek. Het boek dat ik uh, met Thijs de Meulenmeester geschreven heb. Dinosaurs are collectible. Uh, Dinos in kunst en wetenschap. Uh, ondanks de Engels klinkende titel is het wel degelijk in het Nederlands geschreven. Yes. En um, er staan heel veel mooie afbeeldingen in. En we gaan dat verloten. We gaan er ook een tekstje in zetten he, voor onze winnaar. We gaan dat voor de personaliseren. Voilà. Maar wat moet je doen om uh, een exemplaar te krijgen? Het is zo: we zitten dus op een aantal social media. Je kunt onze podcast beluisteren op Spotify, op YouTube, op Apple Podcasts, op Google Podcasts. wherever je want. Maar we kunnen wel wat reviews gebruiken. He. Als het augustus wordt, zijn we een jaar bezig. Het aantal luisteraars groeit. Het aantal clicks en views groeit. Het aantal likes groeit. Ik bedoel, onze fanbase groeit. Het is heel, heel, heel motiverend en ontroerend om te zien. We krijgen meer en meer vragen. We krijgen meer en meer interactie met mensen. Ook uh, Koen hebt dat zelf ondervonden. Op het Nerdland Festival uh, was er uitgesproken <hums> uh, enthousiasme en interesse in onze <hums> podcast. Maar op dit moment vragen we dus de eerste tien reviewers. Dus een tekstje, niet gewoon een aantal sterren. Dat is ook fijn, dat mag je zeker doen. Maar schrijf een keer een review. Ja, een paar zinnen hè. Er zijn drie platformen waar je reviews kan schrijven voor ons: Spotify, Apple Podcasts en Facebook. We zouden er graag tien verzamelen. Ingaande vanaf de dag dat deze aflevering online gaat. We wachten de tien reviews af en dan doen we een verloting. Een onschuldige hand. Inderdaad, en dan krijgt die persoon een gepersonaliseerde versie van Dinosaurs Are Collectible. Een prachtig boek met schitterende paleo art, vlotte teksten en een hele hoop uh, boeiende inzichten. Uh, Bijeen door Koen en zijn kamerad Thijs. Uh, absoluut interessant en de moeite waard. Dus voilà, kruip jullie pen, laat ons iets weten. Give us the love we deserve. We weten dat we niet um, heel frequent posten. De initiële opzet was om maandelijks een aflevering te droppen, maar dat is absoluut onmogelijk gebleken. Maar bon, The Return is wel dat je een aflevering van een uur krijgt, chockvol uh, uh, inzichten in, en in weetjes en uh, wetenschap. First hand van een paleontoloog die in ons land toch schitterend werk verricht. Dankjewel, uh, Alexander. <laughs> <laughs> ja, ja, dat is niet de eerste review, maar uh, <laughs> ik heb mijn boek al. All right. Uh, het zit erop. Fijn dat jullie luisterden uh, keken. En uh, graag tot de volgende keer. Koen, ik wens u een fijne vrijdag namiddag. Ik wens u hetzelfde, Alexander. En tot uh, binnenkort. Tot heel binnenkort. Ciao. Bedankt om te luisteren of te kijken naar deze aflevering van Vogels zijn dino's. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram of YouTube. Geef ons gerust een like, een rating of een review. Of maak een beetje reclame, zodat Koen en ik nog veel afleveringen samen kunnen maken. Elke week wordt er wel een nieuwe dino gepubliceerd, dus ons werk houdt nooit op. We creëren deze podcast in eigen beheer zonder budget, dus jouw steun helpt ons enorm. Check zeker de show notes bij deze aflevering voor allerlei coole links en de credits. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een e-mail naar vogelsendinos@gmail.com of schrijf ons op Facebook, Instagram, YouTube of onze website www.vogelsendinos.webly.com. En wie weet beantwoordt Koen jouw vraag. In de volgende aflevering van Vogels zijn dino's. Bedankt voor uw aandacht. U zijt fantastisch. Hou je haaks. Ciao.